Mijn naam is Johan de Groof, slachtoffer van een arbeidsongeval in jaar 2000. Met heel veel complicaties in eind 2019 een beenamputatie gehad. De gevolgen daarvan heb ik heel veel misère gezien bij anderen. En mijn doelstelling is door Start to Sport Again op te starten om mensen met een handicap terug te doen sporten. Na mijn beenamputatie was het een beetje zoeken van voor mezelf om eerst terug te kunnen rechtstaan, omdat dat al een hele inspanning was. Achteraf ook de intentie om mij terug gezonder te maken en wat ging ik dan doen voor sporten? Lopen was niet voor mij interessant omdat de druk op mijn knieën te zwaar zou zijn. Dus het fietsen was volgens dokter Toon Klaas zeker aangewezen. De sportprothese is in gang gekomen nadat wij de beslissing genomen hadden om gaan te fietsen. De sportprothese is aangepast aan mijn been doordat de koker een andere vorm heeft gekregen, waardoor dat je de buiging van de knie gemakkelijker kunt hebben. En er is een systeem ingebouwd dat die prothese niet van mijn been kan vallen. Dat systeem is zo ontwikkeld door orthopedie van Hazendonk, omdat je de juiste vorm moet hebben van de overgang van je been naar je schoen. Daarom is die sportprothese daar speciaal voor gemaakt. Naast de prothese is ook de fiets aangepast. De versnellingen moeten aangepast worden, waardoor dat een speciaal overbrengingssysteem gemaakt is. We hebben daar ook een dropsysteem op geplaatst aan het zadel. Dat wil zeggen dat ik de zadel naar beneden kan brengen en mijn been erover kan zwieren, zogezegd. Eens dat ik in mijn pedalen zit, kan ik op een knopje duwen en komt de zadel op de juiste maat terug onder mijn poep. De kranken zijn ook verkort, omdat de overbrenging dan veel gemakkelijker gaat zijn. Het belangrijkste na een frappant ongeval of door een ziekte is het heel belangrijk om gaan te sporten. Ik ondervind het heel goed dat ik van heel veel medicatie naar heel weinig ben gegaan nu. Mijn geest is ook veel ruimer geworden en ik heb met het fietsen ook de mogelijkheid om zowel binnen als buiten gaan te fietsen. Mijn inzet is om anderen te laten tonen van geef de moed niet op. Er is altijd wel een mogelijkheid om iets te doen en we zijn in bespreking met G-Sport Vlaanderen en we gaan zoveel mogelijk mensen proberen te helpen.